Hey beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tips en Trucs. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze gewone kraan, hoe je die waterzijdig kan inregelen. Nou is het een gewone radiatorkraan, maar die kan je dus wel inregelen de maximale hoeveelheid water wat er doorheen stroomt. Dus wat je eigenlijk wil hebben is je wil een koudere toertemperatuur rond de 30, 40 graden. Hoe kan je dat doen? Je draait hem dicht. En dan zet je je knop een klein stukje open. Op het moment dat de retourleiding 30 graden is, of 40 graden, dan is die goed. Pak ik een stift. Zet ik er een klein streepje op. En dan zeg je dus, je mag hem opendraaien, niet verder dan het zwarte streepje. En stel hij gaat verstopt zitten. Dan kan je hem opendraaien. Spoelt het vuil weg. Zet je hem weer dicht. Niet verder als streepje. Nou, bedankt voor het kijken. Even een duim omhoog en dan zie je mij de volgende keer weer.